goedemorgen allemaal. Het is maandagochtend, uur of 7 en we gaan vertrekken. Kijk, hier staat mijn mooie bike. En ik ga vandaag op weg naar Zeist. Daar heb ik een interviewtje met familie Geluk. En daarna hoop ik naar Breukelen te gaan, naar Jos Cardol. En daar hoop ik ook te blijven slapen vannacht. Dus ik ben heel benieuwd. Het wordt echt een hele warme dag. Ze geven zo 34, 35 graden op, dus dat is echt wel... echt wel heel pittig. Dus ik hoop lekker vroeg te vertrekken nu, dat ik een beetje op tijd op bestemming ben. En het op die manier toch een beetje vol te kunnen houden. Nou, ik hoop op een hele mooie dag. En jullie gaan het wel zien. Doei! Goed, ik ben aangekomen in Zeist. Het was ongeveer een uurtje fietsen. Viel allemaal nog redelijk mee. De hitte valt er nog mee. Het is gelukkig nog vroeg in de ochtend. Het is nu 8:30. En ik ben aangekomen bij familie Geluk en hier zit Wouter, hier zit Annelies en Rien. En Annelies en Rien hebben twee dochters die naar Albanië zijn vertrokken. En we zijn natuurlijk wel benieuwd hoe zij de dingen ervaren en hoe Wouter als broer en ook als TFC-lid hierin staat. Ik ben echt wel benieuwd, jullie hebben twee dochters die naar het zendingsveld zijn gegaan. Kunnen jullie iets zeggen over hoe is dat gekomen? Heeft zending een speciale plek gekregen in de opvoeding van jullie kinderen? Ja, nou, leuke vraag. Ook wel een stukje kern. We hebben altijd geprobeerd het zendingswerk dichterbij te brengen bij de kinderen. Dat hebben we praktisch gedaan door de zendingsdagen te bezoeken. Door ook zendingsverhalen voor te lezen in het gezin. Daarnaast was er het contact met een zendingswerkster thuis. Wat nog meer. Voorleven is natuurlijk ook heel belangrijk. We hebben altijd geprobeerd een houding over te dragen dat we het woord met anderen moesten delen. En ook steeds was er het gebed. Natuurlijk niet altijd, maar toch bij momenten van... of God kinderen in zijn koninkrijk wilde gebruiken. Ja, mooi. Ja, mooi dat jullie zo in je opvoeding ook de zending hebben betrokken. Je hoort toch vaak dat zending is toch iets van ver weg, zeg maar. En staat soms ook ver weg. Maar wel heel mooi dat het bij jullie zo heeft geleefd ook. Ook in de opvoeding. Ik denk dat het een hele mooie meerwaarde is voor jullie kinderen ook. En dat blijkt ook dan op deze manier. Ja, mooi. Ja, het mooie is denk ik dat je dat als ouders misschien niet altijd beseft. Maar dat je dan teruggekoppeld krijgt van die... boeken of over de zending, die we dan zondagsmiddags deden, altijd een verhaal lezen. Dat dus toch wat deed met de kinderen. En dat dan later teruggekoppeld krijgt, vind ik dat toch ook weer wel mooi. Dat doe je dan misschien onbewust. Hè? Je zoekt een zondagmiddag invulling. Ja. Nou, dan deden we dus soms boeken lezen, ook wel bijbelstudie of andere dingen. Maar dat dan toch dat terugkomt, dat voorlezen van die zendingsverhalen en van die boeken, dat dat al wat gedaan heeft. Ja. Onder andere, dat het er toch heeft bijgedragen. Ja. Ja. Hoe is dat bij jou, Wouter? Herken jij dit ook? En leeft dit daardoor ook wel bij jou? Of zeg je van, het staat voor mij toch wat verder weg? Nou, ik herken wel zeker wel dat ze zeggen. Ik vind wel, zondagavond deden we altijd als gezin met elkaar bidden, gezinssluiting en een gebedspunt aandragen. En dan is het wel, ik geloof wel dat er heel veel kracht in zit. Als dan elke week of bijna elke week of regelmatig in ieder geval wordt gebeden van, geef dat de kinderen worden gebruikt in Gods Koninkrijk. Ja. En als je ook ziet dat je ouders daar echt mee leven, daar echt heel kwetsbaar en open in zijn, dat doet wat. Daar leer je echt wel heel erg veel van. Ja. Is wel mooi. Ja, mooi. Mooi om te horen. Ja. En goed, nou zijn jullie twee dochters vertrokken naar Albanië. Zou u iets kunnen delen over hoe is dat de afgelopen jaren gegaan? Dat proces zeg maar van, ofwel vanuit opvoeding naar het werkelijk gaan naar Albanië. Carolien die is in augustus 2017 als ondervrijwilligster naar Ecuador vertrokken. Nou, toen kwam ze het jaar erop terug. En eigenlijk na korte tijd werd ze aangenomen als vrouwenwerkster voor Albanië. En dat resulteerde erin dat ze vorig jaar juni is uitgezonden. En daarna is dit jaar juli Pieter en Ariane met Matthias en Benjamin uitgezonden als evangelist naar Albanië. Dus het is eigenlijk al zo ongeveer 3 jaar duurt dit proces. Ja, mooi.
Goed, nu zijn jullie kinderen zitten in Albanië. Op welke manier onderhouden jullie het contact met hen? Het is met name... Caroline is nu natuurlijk langer weg. Eerst dat jaar Ecuador en toen natuurlijk naar Durres. Met name dat we met Caroline videobellen. We sturen een kaartje, doen af en toe een pakket. Dat is eigenlijk de manier waarop wij contact hebben. En nu Ariane en Pieter zijn natuurlijk nog maar een week of drie weg. Ja, ja. En daar doen we dus ook met name mee videobellen. Ja. En dat is gewoon ontzettend fijn dat dat kan. Ja. Kijk, Ariane en Pieter hebben twee kinderen, dus dat zijn onze kleinkinderen. Dat doet ook wel wat met je. Twee van die jonge jongens, als je die dan weg ziet gaan met het vliegtuig. Maar goed, ze belde vorige week zaterdag en ik nam mijn telefoon op en in één keer het gezicht van Matthias. Nou, dan springt je hart op van vreugde. Dat is gewoon zo. Weet je, het is natuurlijk ontzettend mooi, maar het zijn wel je kinderen en je kleinkinderen. Ja. Maar we zijn wel heel blij dat het dus vanwege dat videobellen, dat je ze dan toch een beetje soort dichtbij voelt. Dat zijn mooie middelen. Je ziet ze, echt door filmpjes die je krijgt of foto's die ze sturen. Dus ja, dat is een beetje de contacten die we dan op deze manier onderhouden. Ja, ja. Ja, mooi. Ja, bedankt. En hoe is dat dan voor jou, Wouter? Twee zussen die naar Albanië zijn vertrokken. Je bent er toch mee opgegroeid. Je hebt er, wat ik van je weet, een goede band mee. Hoe is dat voor jou? Ja, het is heel dubbel. Het is denk ik een soort van twee soorten gevoel die je naast elkaar moet zetten. En er ook allebei mogen zijn. Enerzijds ben je familie en is het gewoon soms best wel pijnlijk of best wel moeilijk als je gewoon, bijvoorbeeld Piet en Ariane en de kinderen, die zag ik elke week. Caroline zag ik ook eigenlijk elke week. Ja. De familie die ook het meest dichtbij wonen. Dus die mis je gewoon af en toe. Dat doet gewoon pijn. Ik ga bijvoorbeeld in september ga ik trouwen. En dan zijn Ariane en Pieter, Benjamin en Matthias, die kunnen er niet bij zijn. Want die zijn dan net uitgezonden. Dat is gewoon pijnlijk. Dus dat is het gevoel aan de ene kant. Maar aan de andere kant vind ik het ook heel duidelijk en heel mooi. Dat God ze geroepen heeft en ze wil gebruiken. Want daar staan allerlei beloftes over in de Bijbel. Ja. En daar bid je ook voor. En daar hou ik me ook aan vast, dat als God ze geroepen heeft... Dat die God trouw is, die God is daar trouw, maar die is hier ook trouw. Ja. En dat is wel heel mooi om te zien dat als ik heel verdrietig word, of het valt me heel, heel erg op, en dan denk ik, ik baal echt. En je gaat daarmee naar God en je gaat alles tegen God vertellen. Ja. Dat hij dan ook weer die rust geeft en dat het dan daarna weer goed is en dat je ze weer mag overgeven. En dat je er gewoon weer tegenaan kan. En dat ik dan aan de andere kant ook weer heel blij kan zijn dat ik nu 24 jaar ben. 24 jaar lang zulke mensen om me heen heb gehad. Ja, die God gebruikt in zijn koninkrijk. En die mij dus ook dingen geleerd hebben. En ik heb hun dus ook dingen geleerd. Ja. En die gedachte, dat is... klinkt misschien heel cool. Maar aan de ene kant is het dus soms heel verdrietig. Aan de andere kant is het ook echt heel erg mooi. En ben ik ook wel dankbaar dat je dat hebt gehad. Ja, duidelijk. Aan de ene kant een stukje ook voor jullie. Hè, voor jullie als ouders en voor jou als broer. Een stukje offers brengen ook. In die zin dat je ze mist. En... toch op een andere manier contact met hem moet hebben. Ja. Maar aan de kant inderdaad ook wel die dankbaarheid van... je ziet wel echt Gods werk van heel dichtbij. Ja, absoluut. Zeg maar. Ja. Absoluut. Dat is natuurlijk super mooi. Ja, dat is heel mooi. Ja, mooi om te horen zo. Merk je ook dat de afstand ook een bepaalde invloed hebt op je relatie met hen? Of het contact met hen? Of is dat eigenlijk door alle middelen nog redelijk hetzelfde? Het is heel erg wennen. Normaal ben je gewoon gewend dat iemand komt gewoon binnenlopen... en dan heb je dat contact... of gaat even langs, je gaat even eten en nu kan je alleen video bellen. Ja. En soms wil je gewoon even door die telefoon kruipen en gewoon even iemand onder zijn voeten kietelen of in zijn kuiten knijpen. Gewoon een gek gaatje doen. daar hou ik echt van. Dat soort dingen, dat gaat niet meer. En je moet echt wel bewust inplannen van, dan ga ik even bellen. Want je contact kan heel snel verwateren. Dat is gewoon een risico. Je moet gewoon eens in de zoveel tijd even een avond, een paar uur... Bijvoorbeeld als ik kijk naar Caroline. Dat doe ik dan eens in de 4, 5, 6 weken. Vaker gaat het ook niet, want ze heeft heel veel mensen om contact te onderhouden. Dus dat moet je al accepteren. Dat de andere mensen je plekje in gaan nemen. Maar dan kan je wel soms 1, 2, als het heel gezellig is, 3 uur bellen. En dan moet je dus ook voor kiezen om proberen je elkaars complete leven te bespreken. Of alleen specifieke dingen waar je graag een band in wilt houden. Ja. Maar als je dat doet, dan is dat best wel goed te doen. Ja. En is het ook best wel leuk. Ja, gewoon bewust tijd investeren. En dan is het eigenlijk goed mogelijk om die relaties te onderhouden. Ja, zeker. Ja. Zeker. Mooi. Hey, ik ben zo even benieuwd. Jij bent ook TFC-lid, thuisfrontcommissie-lid.
Wat zijn jouw taken daar dan in? Wat doen jullie voor Caroline, toch? Zit je in de TVC? Ja. Ja, ben ik voor Caroline, ja. Voor het verlof hebben we geholpen, voor haar uitzending natuurlijk, hebben we haar geholpen met haar huis leegmaken, spullen opruimen, wat bewaar je wel, wat bewaar je niet, een stukje schoonmaken, allerlei praktische zaken, de uitzenddienst, contact tussen de gemeente en Caroline, proberen wij in een vat te gieten. Hm. Nu richting haar verlof regelen we een woning voor haar, een autootje. Gewoon echt, we zijn eigenlijk gewoon het praktische ruggengraat die achter haar staat. En daarnaast, als TFC weet je ook vaak iets meer van een inkijkje in het zendingsleven. Dus waar ze mee struggelen, wat ze moeilijk vinden of wat ze juist heel mooi vinden. Dus functioneer je ook als ruggengraat mensen die wat directer, wat meer weten en meebidden. En op die manier meestrijden in het Koninkrijk. Want het is daar wel de frontlinie soort van. Dus er gebeuren daar ook heel veel dingen. De duivel laat niet graag mensen los. Ja. En dat hoor je ook. En dan, daarin kunnen we ook wel meebidden en meeleven. En soms is het een grapje van gekkigheidje. Maar soms... Even de betrokkenheid. Ja, gewoon die betrokkenheid hulp. En de praktische hulp. Ja, ja daar mooi. Steken we tot nu toe vooral op in. Ja, mooi. Ja. Mooi. Bedankt. Ik heb misschien nog wel één vraag aan jullie. Hebben jullie misschien nog iets wat jullie graag mee willen geven aan ouders van wellicht andere zendingswerkers of andere mensen die familie of betrokken hebben in het zendingswerk? Die zeggen van, dat zou ik nog wel iets over willen, aan hen willen meegeven of willen zeggen. Ja, ik zou willen zeggen van, denk niet dat het missen van je kinderen kan pijnlijk wezen. Maar het is ons een hele grote vreugde dat God ze wil gebruiken in zijn koninkrijk. En die vreugde gunnen we iedereen. En we vinden daar voorbeelden van in de Bijbel waar wij ons thuis voelen. Ja, mooi. Ja, en wat je ook ervaart, de Heer die roept, die is getrouw. Wat hij belooft, dat doet hij. En dat ervaren zowel onze kinderen daar als wij hier. De Heere doet nooit geen halfwerk en dat merk je ook gewoon in alle dingen. Dus we zijn inderdaad gewoon dankbaar dat onze kinderen daar mogen zijn. Ja. Het is een bijzondere gave die de Heere geeft. Kijk, je kan je kinderen beter aan de Heere kwijtraken als aan de wereld. Absoluut. En je ziet gewoon ook uit naar vrucht. Want je gaat, dat ervaar ik zelf al, je gaat ook houden van de Albanezen. En dat is ook heel bijzonder. Ja, toch? Dat je kinderen daar zo betrokken op zijn, raak je er zelf ook die liefde heeft op. De Heer het ook wel in ons hart gegeven. Ja. En dan mag je kinderen ook echt afstaan. Want je ziet toch uit dat ook die andere schapen toegebracht worden. En dat kan alleen als de Heer daar ook mensen voor wil gebruiken. Ja. Dus dan, heb je kinderen daarvoor over? Ja, zeker wel. En vooral, dat er toegebracht worden tot meer eer van de Heer eigenlijk. Ja. Ja. Heel mooi, ja. Heb je nog een aanvulling, Wouters? Of? Nee, ik geloof het. Is goed. Bedankt allemaal voor jullie openheid en de mogelijkheid om hier te zijn. Ik ga weer verder op de fiets richting Utrecht vandaag naar Jos Kerdol. Ik hoop met hem in gesprek te gaan. Hij is evangelist in Utrecht, maar heeft ook zendingservaring. En hoop binnenkort ook naar Guinea te gaan voor de ZGG. Dus ik ga weer op pad. Bedankt allemaal en tot ziens wellicht. Ja, het beste. Veel plezier. Dank je. Doeg. Ja.